Wijn drinken en hardlopen. Het klinkt als een vreemde combinatie, maar het kan dus toch. Namelijk tijdens de Limburg Wijn Marathon in oktober. Ik ben hier in het mooie Waalwieler waar ik ga spreken met de organisatie. En we maken gelijk een kleine wandeling als onderdeel van deze route. Ik heb 3 keer een running dinner gedaan. Dus dat was eten en hardlopen. Dat blijkt ook te kunnen. Klinkt in ieder geval als een goede combinatie. Ja, nou ja, dat zijn over verschillende meningen, maar het kan wel. Reuze gezellig, 3 keer gedaan. Op een van die edities kwamen we ook door de wijngaarden van Sint Martinus in Veilen. En toen kwam ze meteen, ja wacht even, dat kan misschien ook wel. Wijn drinken en hardlopen. De wijnregio staat natuurlijk steeds meer op de kaart. Dus ik dacht, laten we daaraan beginnen. Alleen, ja goed, dat kan niet alleen. Daar heb je een professionele partner voor nodig om zo'n loop te organiseren. En zo kwam ik bij Remo terecht. En die was meteen enthousiast. We organiseren met Perspost natuurlijk al trailruns hier in de regio. Die mensen die daaraan deelnemen, die vinden het ook wel leuk om naderhand nog een lekker biertje of een wijntje te drinken. Dus die combinatie die was er al een beetje. Dus ja, dan was de link natuurlijk snel gelegd om er ook echt een echte trail aan te verbinden. Het is op 3 oktober dat de run gaat plaatsvinden. Dus dat is eigenlijk een beetje rondom de tijd dat er ook geplukt wordt. Dus dan staan de wijngaarden er heel mooi bij. En dat is natuurlijk ideaal om er dan een beetje tussendoor te hardlopen. Nu nog een leeg grasveld, wel met mooi uitzicht. Ja. Maar straks gaat dit er anders uitzien. Ja, hier is de finish gepland van de wijnmarathon. Het is de bedoeling dat het hier een beetje gezellig gaat maken en dat er nog meer wijntjes gedronken kunnen worden. En dat er ook nog een hapje gegeten kan worden. Maar een beetje wat plaatselijke producten. Dus we houden het allemaal in de sfeer van Limburg, zou ik maar zeggen. En dus zo dat elke deelnemer in ieder geval 10 euro van zijn inschrijfgeld gaat naar Kika. En eventuele vrijwillige eigen bijdragers die ze doen, gaan ook die kant op. Dus ja, dat is heel belangrijk. We doen het uiteindelijk voor het goede doel. Maar ook, dat is het ene doel, en dat zijn allemaal. En anderzijds om de regio als wijnregio neer te zetten, maar vooral ook de regio als hardloopregio. Door mijn Kika-werk en mijn route voor Kika Marathon betrokkenheid ken ik heel veel lopers door het hele land die toch steeds weer verrast zijn over hoe mooi het is in het Zuid-Limburgse land. Als je het ook een beetje sociaal wil doen en de tijd waarin je binnenkomt niet het allerbelangrijkste is, is dat natuurlijk prima te doen. Ja. En is het hartstikke gezellig. Muziekje onderweg, muziek aan het eind, wordt echt super gezellig. Het wordt gewoon een feestje. Ja. Helemaal goed. Heel veel succes. En we zien ons misschien nog in oktober dan, hè? Ja. Oh, nou, ik moet er vandoor, hè? Ja. Doei!